We rijden mee met de regio Utrecht in de Domstad op de Pijperlaan. Surveillante Theo en Patrick zitten achter een typische wegmisbruiker in een Opel Corsa. Hij gaat over de busbaan. En ook nog eens rechts voorbij een hup over de doorgetrokken streep. Kan jou het schelen? Ja, hij zit dus... Ja, ik weet niet wat hij aan het roken is. Dat is nu zijn hart door. Staat er daar zelf iets van op? Eigenlijk groen. Misschien is hij artikel 8. Een artikel 8 staat voor alcoholgebruik, wat ons niet zou verbazen. Hij is echt met van alles bezig. En ook deze manoeuvre bij de verkeerslichten gaat weer helemaal nergens over. Kijk. Ja hoor, prop hem er maar even lekker tussen. Hij gaat rechts af. Ja. Ik zal de richting aan het geven. Nou, kom maar. Ja. Ik kan hem zo lekker doorzetten. Nou, Kanaaleiland. Wie wou naar Kanaaleiland? Rechts af, zonder richting aan het geven. Het begint al met al een behoorlijke waslijst te worden. Gaan we eens aan de kant zetten? Ja, laten we doen, want hij rijdt ook door terwijl hij helemaal volgens niet dan. Theo spreekt de bestuurder aan op zijn rijgedrag. Goedemiddag. Goedemiddag. Theo Gorten, politie Utrecht. Ik had vragen of u een kentekenwijsje ziet. Ik heb mijn rijbewijs niet bij me. Maar met mijn paspoort. Ik heb hem kwijt, weet je. Nou, dat weet ik niet. Uw rijstijl. Is die goed? Is niet goed. Oh. U zit in een voorzittervak voor rechtdoor. Bij de verkeerslichten. Ja. En op een gegeven moment, zonder richting aan te geven, gaat u helemaal naar rechts. Gaat u rechtsaf? Ik weet het niet. Sorry. Op de Pijperlaan? Ja. Rijdt u achter een witte Mercedes? Nee. En dat gaat niet snel genoeg? Nee. En dan gaat u er rechts voorbij? Over de busbaan? Nee, man. Ja, dat staat allemaal op de video. U mag zo allemaal terugkomen zien. Nou, hoeft niet. En waar is uw rijbewijs? Ik ben er kwijtgeraakt. En heeft u een verklaring van de politie dat u uw aangifte heeft gedaan van vermissing? Dat ben ik nog niet gedaan, want ga ik... Als ik mijn uitkering heb, ga ik pas door. Ja, maar wij krijgen altijd te horen dat het gedaan wordt op het moment dat wij mensen controleren. Dan is het te laat. Ik ga uw rijbewijsgegevens controleren als u geen rijbewijs heeft. Ik heb rijbewijs. Dan krijgt u er ook een verbaal voor. U krijgt een procesverbaal voor het veranderen van richting zonder richting aan te geven. Ja. En het rechts inhalen over een busbaan. Ja? Ja. Hebt u nog zaken openstaan bij justitie? Nee. Niet. Dus dat, als ik uw gegevens natrek, dan komt er niks bijzonders uit. Oké. Okay. U valt zelf op met uw rijstijl. En we hadden op een gegeven moment ook het idee dat u met een telefoon bezig was of zo. Nee, ik heb geen telefoon. Ik heb geen telefoon. We hebben een check-in draai onder het rijden of zo. Nee. Nou, we trekken het een en ander even na. Ja, is goed. Ga maar even in de auto zitten en dan kom ik zo even bij u. 8230 over. Nou, ik had dat gevangen of van die naam gesteld. Kunt u ook kijken of hij het bezit is van een geldig rijbewijs? Bravo, over. Kunt u meneer nog een verklaring afleggen? Nee. Geen verklaring. Goed. Even voor de afhandeling van... Uw rijgedrag. Ja. Er staat €90 boete voor het volgen van de busbaan. Ja. En €60 voor het afslaan zonder richting aan te geven. Oh. Beide bekeuringen, daar komt nog €6 administratiekosten bij. Dat heeft meneer Kok bepaald, of meneer Bos. Daar gaan wij niet over. Ja. Probeer uw rijgedrag aan te passen. Ja, ik wil niet op televisie hoor. Nee? Nee. Nou, er komt nog even iemand bij u om het even verder af te handelen. Ja? Ja, doe het rustig aan. En doe even aangifte van het vermissen van uw rijbewijs. Oké, dankjewel. Wij hebben de indruk dat we deze vogel nog wel vaker zullen tegenkomen. De bekeuringen bedragen opgeteld €150.